Het is 1937 en Europa beeft voor Hitler-Duitsland. In Groot-Brittannië willen ze maar één ding weten. Wat voert Duitsland in haar schild? In het diepste geheim wordt door de Royal Air Force een elite-eenheid opgericht die vanuit de lucht foto's moet maken van Nazi-Duitsland. Alleen de beste piloten komen in aanmerking voor de fotoverkenning. Een van hen is Mervyn Wheatley. Het verhaal van Mervyn Wheatley is voor mij al heel vroeg in mijn jeugd begonnen. Wij zijn niet oorspronkelijk uit Herwen. Wij komen uit een ander dorp en ik ben naar Herwen verhuisd toen ik ongeveer 3,5 jaar oud was. En tijdens het spelen, toen wij wat ouder werden, hoorden wij al verhalen van mensen die de oorlog hadden meegemaakt. Neergestort vliegtuigen. Er zouden er 2 in de Oude Waal zijn neergestort, vlakbij Herwen. En één van die toestellen was het toestel van Flying Officer Mervyn Wheatley. Dat heeft op een of andere manier heeft dat mijn interesse geprikkeld. Waarbij ik uiteindelijk een krantenartikeltje gekregen heb van iemand uit Herwen. Een origineel krantenartikeltje dat berichtte over het neerstorten van een Engels vliegtuig. Met mijn vrienden gingen wij altijd munten zoeken, potscherven, vissen, spelen, vlotten bouwen. In diezelfde omgeving waar de Spitfire van Mervyn ook terecht is gekomen. En toen ik uiteindelijk dat krantenartikeltje gekregen heb, triggerde dat mij om. Ja, het verhaal van Mervyn Wheatley te gaan onderzoeken. Flying Officer Mervyn Wheatley werd geboren op 5 oktober 1913... in East Sussex, plaatsje heette Lewes. Eigenlijk in midden Zuid-Engeland, onder Londen, tegen de kust aan. Had een oudere broer en zus, Derek en Doreen. En zijn vader, Ernest Albert, en zijn moeder, Marion. Was een welbekende familie in Lewes gebied. Zijn vader die was eigenaar van een welbekende franchise winkel, Brown & Crosskeys. Een stoffeerderij, meubelmakerij, eigenlijk alles wat met huishouden te maken had. Uiteindelijk is Mervyn daar ook begonnen te werken na zijn lagere school en zijn middelbare schooltijd als assistent bedrijfsleider bij zijn vader in de winkel. En besloot uiteindelijk toch om in 1936 een militaire carrière naar te streven en meldde zich aan voor de Royal Air Force. My uncle was the first member of the family, as far as I'm aware, who joined the Royal Air Force. Quite honestly, I didn't know very much about him in the beginning because he died before I was born. My father never used to speak much about him until, I don't know, I was about 4, 5, 6 maybe. And we used to share a bath in the evening when he came in from work and he used to tell me his war stories, amongst which was the fact that my Uncle Merv had been shot down in a Spitfire, in a reconnaissance Spitfire. But he didn't say when. I understood it was fairly near the beginning of the war, but I had no real idea of the date or the significance of what that was at my tender age at that stage. My overriding memory of my father telling me about Merv was the fact that because it was a photo reconnaissance Spitfire, my father told me, and I've no reason to doubt that that's what he thought, that because of maybe secret equipment on board the aeroplane at that stage, if my uncle did get shot down, he was basically instructed to go in with the aeroplane. In other words, not to bail out. As we now know, that probably wasn't the case because we do know that he bailed out when he was shot down. The Merv effect is something which pervaded through our whole family. He was the first member of the family to join the Royal Air Force. He spawned my father into joining the Royal Air Force at the beginning of the war and later becoming a pilot. And that in turn, not quite sure the word, it enabled me, empowered me to make sure that I joined the Royal Air Force myself and become part of the Royal Air Force. So yes, quite a large establishment of RAF people within the family all started
by Merv. So the Merv effect is very much there to be seen. Mervyn Wheatley is getrouwd geweest met Joan Leal. Ze hebben elkaar leren kennen via een vriend van een vriend. Dus vrij indirect. Mervyn in die tijd was natuurlijk nog in zijn opleiding. Moest diverse soorten cursussen doen. En een van die cursussen zag hem uiteindelijk in Londen terechtkomen. Waar hij waarschijnlijk is gaan stappen, denk ik. En uiteindelijk via een vriend van een vriend in contact gekomen met Joan. Die in die periode als secretaresse voor de BBC werkte. En uiteindelijk zijn ze in 1938 verloofd met elkaar. Voor de verloving zijn ze op vakantie gegaan naar Thun in Zwitserland. Mervyn schreef een kaart naar zijn ouders. Vertellende dat hij een goed feestje had gehad de avond ervoor. En dat zijn vrouw Joan er fantastisch uitzag in haar nieuwe jurk. En hij eindigt de zin van... Show me the man who is happier now. En dat geeft denk ik wel aan dat ze met z'n tweeën fantastisch gelukkig waren met elkaar. En dat uiteindelijk wordt dat verzegeld in een huwelijk op 4 februari 1939. Op 1 september 1939 valt Duitsland Polen binnen. Op 3 september verklaren Frankrijk en Engeland de oorlog aan Nazi-Duitsland. Flying Officer Mervyn Wheatley wordt na zijn opleiding geplaatst bij No. 105 Squadron. En zijn squadron wordt al op 2 september ingezet om in Frankrijk de eerste buffer te vormen voor eventuele Duitse militaire operaties. No. 105 Squadron vliegt met haar Fairey Battle toestellen vanaf het vliegveld Villeneuve-les-Vertus, operaties nabij het Frans-Duitse grensgebied. Grootschalige vijandelijkheden blijven echter uit. En deze periode wordt hierdoor na verloop van tijd de Phony War genoemd. De Royal Air Force is vanaf midden jaren 30 druk bezig om inlichtingen te verzamelen vanwege de steeds groter wordende militaire dreiging vanuit Duitsland. Wing Commander Fred Winterbottom, Australiër Sidney Cotton, RAF-vlieger Maurice Longbottom en Canadese vlieger Bob Niven werken hard aan een geheel nieuwe fotoverkenningseenheid binnen de RAF. Een militair middel dat tussen beide wereldoorlogen in totaal werd wegbezuinigd. Eind 1939 kreeg hun experimentele eenheid de beschikking over 2 gloednieuwe Supermarine Spitfires. In januari 1940 werd deze eenheid de Photographic Development Unit genoemd. Fundamentally, what's interesting about photo reconnaissance is it falls into an interesting narrative as to how far people were involved in taking the war directly to Germany during a really critical part of the war known as the Phony War. And a lot of people assume that because war broke out in September 1939, and yet the Western countries like the Netherlands and France and Belgium and Norway weren't actually invaded by the Nazis until the spring of 1940. A lot of people tend to assume that there wasn't really much warfare actually taking place in that period, but some of the busiest people were actually the people that were working in photo reconnaissance. Eigenlijk medio 39 begon men daadwerkelijk ook operaties te vliegen boven Duitsland met die 2 Spitfires. En uiteindelijk hebben ze heel veel successen kunnen bereiken. De foto's die men toen wist te maken waren van ongekende kwaliteit. Zeker voor 1939 en begin 1940. Als je nagaat dat met camera's die toen gebruikt werden vanaf 11 kilometer hoogte ongeveer foto's gemaakt konden worden met een schaal van ongeveer 1 op 50.000. Zeg maar waar onze huidige topografische kaarten eigenlijk op geprint worden. En je ziet ook de kwaliteit van die foto's en de helderheid van die foto's, dan is dat voor die tijd echt ongekend. De hoogte waarop die Spitfires vlogen was ook ongekend. De vliegers die eigenlijk in die tijd voor de Photographic Development Unit vlogen, dat waren echt pioniers vanwege het feit dat men eigenlijk nooit zo hoog vloog. En dan spreken we echt over 35.000 voet, echt dik 11 kilometer.
En je moet voorstellen dat dat in een onverwarmde cabine gebeurde. Met een kaart op het bovenbeen en een kompas in het instrumentenpaneel. Niet verwarmd. Dus de vliegers die vlogen op eenzame hoogte, zonder radio's, hun fotoverkenningsmissies naar Duitsland. De Photographic Development Unit boekt vele successen met hun twee Spitfires. Hierdoor groeide de vraag naar goede luchtfoto's. En om aan deze vraag te kunnen voldoen, had men meer vliegers nodig. De vier mannen zochten binnen de Royal Air Force naar hele specifieke vliegers. De standaard jachtvlieger had volgens hen niet de juiste kwaliteiten. Alleen de allerbeste vliegers werden toegelaten in hun zeer bijzondere eenheid. Flying Officer Mervyn Wheatley werd op 21 februari 1940 toegelaten tot de Photographic Development Unit. En vloog vier dagen later voor het eerst een Spitfire. The photographic reconnaissance process that was being developed in Mervyn's time was to send the pilots off to fly the sortie. They probably had some backup targets as well as the main mission. Then as soon as the aircraft landed, they would process the film at the airfield, whether it was in France for some of his companions or in at Heston. And then some of the photographic interpreters were at the airfield having a quick first look at the negative if there were any really burning questions, like, is Bismarck still in the dock? And then it would go to the interpreters at Wembley, where they would get more information out of it. But one of the most important things was that as soon as the first set of prints was available, they would plot accurately on some base maps where what was covered. And then that set of prints would also go into a library. And one of the things that was very key to the whole intelligence process was that the retrieval from the library was very easy. They would quickly, when they had a problem come in, they wouldn't necessarily have to fly a new mission. The film could be found in the library. Al sinds de uitvinding van fotografie in de 19e eeuw zag men de militaire potentie. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd voor het eerst de kracht en het belang daadwerkelijk ingezien. De Tweede Wereldoorlog liet inzien dat militaire luchtfotografie niet meer weg te denken is tijdens het plannen, uitvoeren en evalueren van militaire operaties. De nalatenschap van de fotoverkenningvliegers zoals Flying Officer Mervyn Wheatley is de basis voor het hedendaags gebruik van luchtfotografie. Militaire inlichtingen, verkregen door de hedendaagse moderne middelen, zijn nog steeds van cruciaal belang tijdens militaire operaties en in veel gevallen een no-go-criterium, indien niet beschikbaar. Elke missie, elke actie, die begint eigenlijk bij het inlichtingenproces. En daarmee brengen wij in kaart zowel het klimaat, de bevolking, maar ook het terrein, waarbij luchtfoto's natuurlijk heel belangrijk zijn. En die koppelen wij aan de actoren, dan wel de factoren in het gebied. En dan moet je denken aan ook de vijand, die hoort bij de actor. Uiteindelijk komt dit samen in een meest waarschijnlijke manier van optreden van de vijand, of de meest gevaarlijke manier. En dan daarvan wordt elke actie gepland. Dus dan zie je ook dat luchtfoto's in een vroeg stadium van het commandovoeringsproces al een belangrijke rol spelen. Naast dat wij luchtfoto's gebruiken ter ondersteuning van ons inlichtingenproces en de analyse, zijn luchtfoto's natuurlijk ook te gebruiken voor het bevestigen dan wel ontkrachten van vijandelijke locaties, dan wel vijandelijke bewegingen. Hiervoor hebben we natuurlijk wel andere assets nodig dan een luchtfoto van een paar dagen oud. Dan zullen we meer continue luchtfoto's moeten krijgen. En dit kan ons ook weer helpen bij het aansturen van het gevecht. Tijdens de acties zelf. Dus dan kunnen we altijd bijsturen of juist aansturen op welk punt wij de vijand willen aangrijpen. Daarnaast geeft het ons ook een goed beeld van hoe sterk de vijand nog is en waar de vijand mogelijk zelf wil toeslaan.
the photographs that they interpreted to find the intelligence, and photographic interpretation during the Second World War provided more intelligence than any other source. It actually provided more intelligence than Bletchley Park, because the intelligence that they provided from aerial photographs was able to be used at a low classification level, whereas the intelligence from Bletchley Park was highly classified and very restricted. As the aircraft flew over, they took photographs, and those photographs were in 3D. Each photograph overlapped with the next photograph by 60 degrees. They then used a stereoscope, a Type B stereoscope, to look at them, and those allowed them to see 3D photographs. We, the British, did our interpretation in 3D, and we were able to get far more intelligence out of the photographs because we did it in 3D. The Germans, on the other hand, did the majority of their photographic interpretation just using magnifying lenses and not using stereoscopes, so they did it in mono, not stereo, and you get a lot more out of stereo. We also had some specialist machines like the Wilt A5 stereoscope you see over my shoulder that were able to look at very high altitude film taken at about 30,000 feet, very, very small scale. So when you looked at it through a handheld stereoscope, you had great difficulty seeing detail on the ground. The magnification of the big machine behind me allowed you to see all of that detail, but it also allowed you to measure what you could see on it. So you could measure the exact length of ships, you could measure the exact width of the wingspan to see what a new aircraft might be, how long a ship was, how wide a ship was. You could use a machine over my shoulder to do plans. So you could do a plan of a shipyard, you could do a plan of a dock. And all of that intelligence was provided to the Cabinet Office, to the three armed services, and to all of our allies. And over 38,000 intelligence reports were produced during the war from aerial photographs. The photographic reconnaissance unit pilots, they were always interested in how well they had done, how close to their target they'd got, how well they'd covered their target, and they'd like to see the photographs were produced from their target, and many of them were very interested in seeing the detailed reports that were produced afterwards. By seeing the reports that were produced, by seeing how close to the target, how close the target was to the center of the frame, that allowed them to improve their aim and to get better results the next time they flew. So they always had an interest in how well the photographs had come out, as it allowed them to improve and get better mission by mission. But it was a very dangerous mission to fly by yourself in an unarmed Spitfire into enemy territory at high altitude to gain photographs and fly back. You had no armed Spitfires with you. You were alone and unafraid. Churchill talked about the Battle of Britain Spitfire pilots as being the few. I would say the Photographic Reconnaissance Unit pilots were the very few. Flying Officer Mervyn Wheatley krijgt als opdracht om het westelijk Ruhrgebied verder in kaart te brengen. Vanaf Heston Aerodrome vliegt hij eerst naar RAF Stratters Hall, dichtbij Cambridge, en vliegt aan het einde van de ochtend via Nederlands luchtruim naar zijn operatiegebied. Flying Officer Mervyn Wheatley keert niet meer terug. De oorzaak is voor de Photographic Development Unit op dat moment onbekend. Het luchtgevecht van 22 maart 1940 tussen Mervyn Wheatley en zijn Duitse opponent, luitenant Harold Jung, vindt plaats op 10.500 meter, dus dat is ruim 34.000 voet. En in 2011 werd ik verrast door een belletje van de zoon van Harold Jung, Hartmut Jung, die een aantal berichtjes op het internet had gezien over het luchtgevecht Mervyn Wheatley met zijn vader. En hij wist mij te vertellen dat zijn vader nog bij goede gezondheid was in 2011. Ook nog bij goede herinnering. En dat het eigenlijk geen probleem was dat ik hem kon bellen. Dus ik heb uiteindelijk zijn telefoonnummer gekregen. En in 2011, zo in mijn hoofd 11 en 14 juni, heb ik op een tweetal gelegenheden heb ik telefonisch contact gehad met de Duitse vlieger die Mervyn Wheatley neergeschoten heeft, Harold Jung. Die mij nog exact kon vertellen hoe het luchtgevecht destijds plaatsgevonden heeft. Harold Jung had een collega-vlieger die dag, een wingman zoals dat heet, Eduard Kozlowski, een onderofficiervlieger. En hun hadden op 22 maart 1940 stand-by-dienst op het vliegveld Bunninghuizen Zuid.
En de Duitse grenspatrouilles die langs de grens patrouilleerden, en dat deden Nederlanders natuurlijk net zo, die maakten uiteindelijk melding rond het middaguur op 22 maart 40 dat er een onbekend toestel het Duitse luchtruim was binnengedrongen op zeer grote hoogte. En daar is ook nog een officieel bericht van. Daarop zijn Harold Jung samen met zijn collega Eduard Koslowski onmiddellijk gestart. We hebben de achtervolging ingezet. En Harold Jung wist ook te vertellen dat hij direct na de start, na 5 minuten, hoog boven zijn hoofd, het condensatiespoor zag van de Spitfire van Mervyn Wheatley. We zijn onmiddellijk de achtervolging ingegaan. Hij zei van, nou, het toestel vloog ontzettend hoog, dat konden we al zien. En we hadden de grootst mogelijke moeite om de hoogte te bereiken waarop Mervyn Wheatley op dat moment vloog. Eduard Koslowski meldt dan ook op een gegeven moment, toen ze ongeveer op 9.500 meter hoogte zaten, 9.500 kilometer, dat zijn toestel gewoon niet meer hoger kon. En omdat dus Harold Jung's toestel uiteindelijk iets lichter was, kon Harold Jung nog wel wat verder komen. En hij meldt dan op een gegeven moment ook dat hij op ongeveer 10.500 meter hoogte zit, uiteindelijk al wel de onderkant, de insignia van de Spitfire al kan herkennen. Uiteindelijk alle trucjes uit het pilotenhandboek moet toepassen om die laatste paal 100 meter in te lopen. Want hij zei van, ik kon eigenlijk niet meer hoger. En voor Mervyn Wheatley helaas was dat exact in de dode hoek van zijn Spitfire. En dat is eigenlijk op de 6-uurspositie van de Spitfire en ook op een iets lagere hoogte. Ja, en dat zie je gewoon niet als Spitfire vliegen. En uiteindelijk heeft hij het vuur geopend op 10,5-11 kilometer hoogte. Mervyn Wheatley, omdat hij uiteindelijk ook niet gezien heeft dat hij achtervolgd werd, maar Harold Jung bevestigt van hij vloog eigenlijk rechtdoor en vrij steady, zonder al te veel stuurbeweging te maken, waardoor ik eigenlijk denk dat Mervyn Wheatley op dat moment foto's aan het maken is geweest. Want uiteindelijk, als je goede foto's wil maken, moet het toestel wel straight en level vliegen. Hij zal totaal verrast zijn door de eerste mitrailleursalvo van Harold Jung. Harold Jung zegt ook, na zijn eerste mitrailleursalvo heeft Mervyn Wheatley gelijk zeg maar, zijn toestel in een duikvlucht gegooid. En heeft dat ongeveer 5 kilometer lang aangehouden om uiteindelijk aan zijn, in dit geval Harold Jung, te ontsnappen. Hij heeft er toch achter kunnen blijven, waarbij Mervyn Wheatley nog links en rechts wat bochten gevlogen heeft. Nou, Harold Jung die zegt van, dat was in zijn beleving ja, niet scherp gevlogen, waardoor hij de indruk had dat Mervyn zelf al geraakt zou zijn geweest. Daarop heeft hij nog 2 à 3 salvo's meer gegeven. En heeft Mervyn Wheatley uiteindelijk wel uit zijn toestel zien springen. Maar Mervyn Wheatley zal zijn cockpitdak opengeschoven hebben. Uiteindelijk misschien of misschien niet zijn cockpitdeurtje geopend hebben. Vervolgens zal hij zijn zuurstofslangen losgekoppeld moeten hebben. Zijn toestelriemen waar hij mee daadwerkelijk in het toestel vastgezet heeft, losgegespt hebben. De standaardprocedure was eigenlijk is om het toestel eigenlijk helemaal op de kop te gooien, dan wel vrij op de zijkant en vervolgens vanaf de stoel krachtig eigenlijk uit de cockpit te springen. Harold Jung die meldt ook dat uiteindelijk op het moment dat Mervyn Wheatley uit zijn toestel sprong, dat ze eigenlijk ook in een, niet in helemaal in een duikvlucht, maar wel in een vlucht naar, in ieder geval met neus naar beneden hebben uitgevoerd. En als Mervyn Wheatley uit het toestel is gevallen zonder zichzelf krachtig afgezet te hebben, dan is de kans heel groot dat hij het toestel geraakt heeft. Dat wordt uiteindelijk ook bevestigd, dat Mervyn Wheatley het toestel geraakt heeft. Want uiteindelijk dagen na de crash, enkele een dag of 2, 3 na de crash, heeft een jongeman uit Aard, die op weg was naar de kerk, dat is Goede Vrijdag, de vliegeniershelm gevonden van Mervyn Wheatley. Waarbij in de linkerslaap van de vliegeniershelm een hele scherpe scheur te zien is. Wat eigenlijk doet bevestigen dat Mervyn Wheatley uiteindelijk tijdens zijn bail-out poging een toestel geraakt heeft. Waarbij hij dus zijn vliegeniershelm is verloren. De uiteindelijke bevestiging dat dit ook daadwerkelijk zo gebeurd is, volgt een aantal jaren later. Nadat er een aantal foto's van de stoffelijke overschot van Mervyn Wheatley zijn opgedoken. Waarbij er uiteindelijk een foto van de linkerkant is gemaakt van Mervyn. Waarbij we een verwonding zien aan de linkerslaap. Dus die 3 dingen samen maakt eigenlijk dat eigenlijk de hoofdreden is geweest waarom Mervyn Wheatley zijn valscherm nooit heeft kunnen openen. En uiteindelijk vanaf ongeveer 5 à 6 kilometer hoogte uiteindelijk te pletter is gevallen. Net aan de Duitse kant van de Rijn. Bij een klein plaatsje, het Duitse plaatsje Düffelwart. Mervyn Wheatley wordt op dezelfde avond met militaire Duitse eer, volledig Duitse militaire eer begraven. Ja, Joni krijgt uiteindelijk op 18 april via de officiële lijnen de bevestiging
dat Mervyn gesneuveld is via een brief te horen. Maar ook de eigen eenheid van Mervyn, de Photographic Development Unit, die heeft natuurlijk heel veel dingen via onofficiële lijnen gehoord. In een van de logboeken van de eenheid staat ook dat ze eigenlijk aangenomen hebben dat Mervyn onderschept is door Harold Jung door lager te gaan vliegen omdat hij zijn condensatiespoor wilde kwijtraken. Dat suggereert dat de PDU in de onveronderstelling was dat hij van procedures is afgeweken. Maar ja, door het interview met Harold Jung is eigenlijk wel gebleken dat dat niet het geval is geweest. Want die heeft 100% verklaard van ik kon er niet bij, het was straight in level vliegen. En hij heeft vuur geopend op 10.500 meter hoogte. Dus Mervyn is absoluut niet laag gaan vliegen. Maar hij heeft gewoon inderdaad toch pech gehad dat Harold Jung toch dichterbij is kunnen komen dan dat ook de PDU en de leiding verwacht had. Want men dacht gewoon hoog snel vliegen zijn we onaantastbaar. Mervyn Wheatley's Spitfire komt neer net buiten een klein dorpje in de Liemers, Herwen, in de ondergelopen uiterwaarden van de Oude Waal. Vele mensen waren getuigen van het luchtgevecht en het neerstorten van de Spitfire. Zo ook Piet Bos. Als 7-jarige jongen zag hij de Spitfire van Mervyn neerstorten. Ja, we waren daar toen op de dijk om spullen bij elkaar aan te sprokkelen voor het paasvuur. En dan konden we dat onder de dijk we dat een hoopje maken. En dat we daar een vuurtje hadden. Ja. Als je maar iets van een meter hoog had, dan was dat heel, heel veel in die tijd. En toen waren we weer op de dijk. We waren een beetje op de terugweg. En toen hoorden we die knallen. Hier van die hele doffe knallen, 3 of 4. En binnen een paar minuten zou meneer een keer dat vliegtuig er lukken komen. Dus we gingen naar huis toe, want het was middag, moesten eten. En ik kwam weer thuis en zei mijn moeder al, de oorlog begint. We zijn hier in Düffelwart, het Duitse plaatsje, 5 kilometer hemelsbreed van de crashplaats af van Mervyn Spitfire. Mervyn werd hier net buiten de dorpsgrenzen gevonden en na het zijn geborgen naar het lokale schoolgebouwtje gebracht. En s'avonds om 6:30 met volledig militaire eer begraven. Mervyn werd door 4 Duitse militairen op een draagbaar naar zijn laatste rustplaats gebracht. Waarbij eigenlijk het hele dorp leeg liep om Mervyn de laatste eer te bewijzen. Mervyn Wheatley werd op dit kerkhof begraven. We lopen nu daadwerkelijk op de plek waar zijn graf eigenlijk gedurende de hele Tweede Wereldoorlog gelegen heeft. Voor mij stond tijdens de begrafenis het Duitse vuurpeloton wat eerder salutschoten afgegeven heeft. Links naast mij stonden Luftwaffe personeel, waaronder ook de Duitse jachtvlieger die Mervyn Wheatley onderschept heeft, luitenant Harold Jung. En ook mede omdat het zo vroeg in de oorlog was, is het ook breed uitgemeten in de eigenlijk internationale pers. Zowel Duitse, Nederlandse, Engelse, Belgische kranten hebben bericht over het verlies van Mervyn Wheatley. Waardoor we eigenlijk best wel een goed beeld hebben gekregen op wat er eigenlijk gebeurd is op 22 maart 1940. Mervyn Wheatley werd uiteindelijk op 25 april 1947 overgebracht naar het Britse Commonwealth War Cemetery te Kleef. Het Reichswald War Cemetery, waar hij tot op de dag van vandaag nog steeds rust. We zijn hier op het Reichswald Forest War Cemetery tussen Kleef en Gennep. Het ereveld waar Mervyn Wheatley sinds 25 april 1947 begraven ligt. Na de oorlog zijn door geallieerde teams in deze regio alle gesneuvelde militairen die begraven lagen in veldgraven of op lokale kerkhoven op dit ereveld samengebracht. In 1992 is Joan Wheatley met haar jongste zoon uit haar tweede huwelijk op bezoek geweest bij Mervyn. En hebben daar ook rozen neergelegd op zijn graf. En uiteindelijk geeft dat voor mij wel als persoon aan hoe belangrijk het is voor familie om
het verhaal van gesneuvelde militairen, militairen die voor onze vrijheid zijn gesneuveld, levend te houden. In 2016, toen ik in contact kwam met de familie van Mervin, werd ook aangegeven dat men heel erg gelukkig was om uiteindelijk elkaar te ontmoeten. Want als dat niet was gebeurd, ja, dan was eigenlijk het verhaal van Mervin Wheatley ook voor de familie voor altijd verloren gegaan. Maar dat geeft voor mij wel het belang aan om het verhaal van Mervin met alle manieren die we kunnen bedenken levend te houden. Het idee voor een permanent monument voor Flying Officer Mervin Wheatley bestond al een aantal jaren. Na vele jaren van research werd in 2016 familie van Flying Officer Wheatley gevonden en werd het idee voor een monument tot realisatie gebracht. Met hulp van een Brits project dat een fotoverkennings Spitfire luchtwaardig restaureert, kon contact worden gelegd met een steengroeve die vlakbij het geboortehuis van Mervin Wheatley ligt. Het monument werd gemaakt uit Wealden Sussex Sandstone en de plaquette met tekst kosteloos vervaardigd uit zwart graniet met bladgoud ingelegde tekst door Aries Natuursteen. When Sander approached me about this project, the necessity for us to get involved as a company was crucial. The history of our fallen heroes and the reason we have freedom today is because of the likes of Mervin and his colleagues who fought in the Second World War. Our involvement was very important to give something back. As a gratitude that we constantly to these types of projects. The connection between Mervin and his hometown and our quarry here at West Overley is because we're the local operating quarry in West Sussex. So it was a no-brainer for us to be involved in the project with the history of Mervin. And being such a stone's throw away from our quarry. This is the first time we have been to the memorial. Of course, we should have been here in 2020 when it was the 80th anniversary of the crash. But as we know, that ceremony could not go ahead. And this is the first time we've been able to travel freely again at a suitable date for Zander. So this is very special for us. I'm sure Mervin wouldn't have considered himself a hero. I mean, everybody in those days was in the war. We always knew we had a pilot in the war, and we always knew he had been shot down over Holland, but we knew none of the detail, none of the history. We didn't know he was in the photo reconnaissance, and I don't think we even knew he was in a Spitfire. So all the information Zander has provided has been incredible for us and a great benefit to the family. Voor mijzelf is het belangrijk om verhalen, en met name het verhaal van Mervin Wheatley, levend te houden, is voor de familie. Als je kijkt naar het gemis wat de familie nog steeds ervaart, ondanks dat het 82 jaar geleden is, is het voor mij des te belangrijker, ook zelf als militair zijnde, om verhalen van mensen die gesneuveld zijn voor onze vrijheid. Ja, het hoogste offer, zeg maar, ook al vaak gebracht te hebben. Wij mogen dat nooit vergeten. Wij mogen niet vergeten waarom wij hier in Nederland op een bepaalde wijze kunnen leven. Waarom wij op een bepaalde wijze kunnen demonstreren. Waar wij op een bepaalde wijze zelfs onze nationale driekleur op de kop kunnen hangen. Omdat we met bepaald beleid van een overheid het niet eens zijn. Dat hebben mensen zoals Mervin Wheatley voor ons bewerkstelligd. Het kan niet zo zijn dat we dit soort verhalen gaan vergeten en dat we onze vrijheid voor lief nemen. En zeker nu, zeker met de Oekraïne, is het zeker niet vanzelfsprekend dat onze wijze van leven vanzelfsprekend is. En ik vind het belangrijk als militair zijnde om de familie een soort rust te kunnen geven, een soort verwerkingsproces te kunnen geven. En ook gewoon het verhaal te kunnen geven waarop ze trots kunnen zijn, wat hun Mervin Wheatley gedaan heeft. Uiteindelijk voor wat de Engelsen noemen de war effort.
Ja, de rol van Mervyn Wheatley was echt vitaal voor het welslagen van de Tweede Wereldoorlog. En het welslagen is natuurlijk uiteindelijk de geallieerde overwinning. Dat had niet zo kunnen zijn zonder mensen zoals Mervyn Wheatley. Als je dan nagaat dat Mervyn Wheatley willens en wetens in een toestel stapt die onbewapend is en alleen maar met twee fotocamera's is uitgerust, terwijl je weet dat je boven vijandig gebied gaat vliegen waar mensen het op jou gemunt hebben. Dat geeft aan hoe sterk die generatie voor hun vrijheid heeft willen vechten en uiteindelijk ook voor de toekomstige vrijheid voor onze eigen generatie. Ja, Mervyn Wheatley heeft helaas drie hele trieste eren op zijn naam staan. Dat is, hij is helaas de eerste geallieerde vlieger die voor onze vrijheid sneuvelt boven ons luchtruim. Hij is helaas de allereerste Spitfire vlieger die op operatie sneuvelt in een Spitfire. Ja, en hij is ook echt de allereerste fotoverkenningsvlieger die zijn leven laat voor onze vrijheid. En dat alles maakt het gewoon zo verschrikkelijk belangrijk om dit verhaal nooit meer te vergeten.